Hallo beskikkers, ja, neef me zijn Joost Smeets, fractievoorzitter van Maastricht van nu. En aan de andere kant Jos Gorry, fractievoorzitter van SAP Maastricht. Ja, Jo, je hebt vragen gesteld aan de burgemeester. We hebben vragen, een verzoek ingediend om het bedrag te verdubbelen wat de actiegroep van NVV nu aan inzamelen is. Ja, we hebben een open brief gestuurd. Samen met Jos van SAP hebben we een open brief gestuurd naar het college en naar de burgemeester. Van jongens, heel Maastricht is onthelpen. Voor mezelf is al lui hoe het zit. Dat, laten we van Fortuna wat helpen. Dan moeten we de rest dat ook gaan doen. Dus het verzoek is van het bedrag. En ik zag toen straks van 55.000 euro al opgehaald worden. 57.324. Ja, en het doel, het maximale doel wat erbij zit is 75.000. Nou ja, als je dat dan als gemeente verdubbelen, dan zien we al een hele grote weg op gang en laten we dan met z'n allen achter ons stormen. Ja, ja, Jo, ja, we hebben elkaar gesproken over Jo met een S staan, met de S achteraan. Ja, Jos, sorry. In ieder geval, ja, Jos, knippen dadelijk, of nee, knippen niet, maar even dat huurt erbij. Ja, Jos, voor wel iedereen een eind met u gehad, hè? Ja. Dat is al vragen gesteld. Ja, MBW moet ook nog in de gemeente het geld betalen. Ken ik gewoon niet allemaal, even dat de gemeente even metdenkt. Ja, Luus, even gaat metdenken, dat is niet. Het is nog altijd geld van de burgers. Al moet ik eerlijk zeggen, iedere portefeuillehouder, iedere wethouder heeft zijn eigen begroting. Die gecontroleerd wordt door de wethouder van Financiën, meneer Fokke. En daar zal ze zorgvuldig met moeten doen. De Suma even gaat geven, gaat niet. Geloof me tot de heren best wel en dames best wel in, op het ogenblik in conclave zien om tot een oplossing te komen. Ja, uw hart ligt bij MVV, ook bij de gehele gemeenteraad, volgens mij, ja? Ja, ik denk dat het verschillend is. Ik heb dat toen nog een keer gezegd. En we hebben toch ook nu gemeenteraadsleden die daar anders over denken. Die denken ook anders als zussen. Die willen bijvoorbeeld 2 miljoen geven aan, wat ligt op de Van Hasselkade. Terwijl veel wat denken aan het voetballen. Het is verschillend. We zullen tot elkaar moeten komen. En het is natuurlijk, de hub staat geld maar één keer in het henneke. Dus die kunnen ze dan maar één keer geven. Hè? Dat klopt, joh. Ja, dat we eerlijk zijn. Is, hè. Nu is er ook weer naar de dansdagen geld gegeven. Iedereen heeft al wel een mening, wat Jos terecht zei, te overa. Maar laten we zien, het is het grootste evenement dat één keer in de 2 weken. Hè. Daar hebben we zoveel leuk plezier van. Dan gaan ze goed van, wat die gaat 4.000 maanden per week. En nou ja, om de week de sport, wat is het, 18 wedstrijden. Dan zie je zoveel pleziermomenten in Maastricht te neerrijden aan hebben. Plus dan ook nog in de keer het zijn playing voor succes en weet niet wat ze allemaal doen en maatschappelijk. Jongens, we moeten nu met z'n allen laten zien tot voor dat die sterren in ons hart hebben zitten en toch voor MVV gaan helpen. Ja, het stadion is van de gemeente Maastricht. Ja, kunnen ze het niet gewoon symbolisch voor een euro verkopen aan MVV? Ja, kijk, Jeffrey, heel eerlijk, wij hebben niet om dat te zeggen. Hè. Ik heb het net al in het begin gezegd. Lekker zit de gemeenteraad. Hè? Ja, mag, nee, de gemeenteraad mag gewoon niet alles. We zullen wel de regels in acht moeten houden. Maar ik bedoel, ik heb het net al in het begin gezegd. En vanmorgen ook nog een keer op een aantal plaatsen gezegd. Het is geven en nemen. En denk er eens over naar als ik zeg het is geven en nemen. Ik kan het ook nemen en geven zien. Ja, wat kan je tegen de kiekers zeggen, alle twee, één brein of tegen één? Ja, nou, ik zou zeker de kiekers allemaal oproepen voor ook te storten, veren we het doorgedaan. Ook als partij zijnde, maar ook als privépersonen. En ik hoop dat iedereen dat MVV hard liet spreken en een klein alles maar 5 euro, maar gaat storten. Ja, en ik hoop dat Jozef vanavond gedrukt op de tribune. Niet of we weer een boete van de KNVB krijgen. Wat is loos met Maastricht, wat is loos met MVV? Oh, ik weet wat loos is in Maastricht.